Hallo allemaal, dit is weer een nieuwe aflevering van Fabel of Feit. Een aflevering waarin we altijd testen of die filmpjes die je allemaal op YouTube ziet, of die ook wel echt zo werken. En vandaag weer een nieuw experiment. Kijk je mee? Manon, welk experiment heb jij online gevonden? Nou, ik zag toch zoiets cools, Ellen. Ik zag iemand die dus een blikje verwarmde met een klein beetje water erin. En vervolgens werd dat in een bak met ijswater gestopt. Koud, ja. Super koud. En dat bakje dat implodeerde, dat blikje implodeerde. Nou, dat willen we zien, hè? Ja, dat wil ik zeker testen, want dat zag er super cool uit. Er staan al twee blikjes te koken. Dus ja. Er zit een klein beetje water in. Je verwarmt het, dat het gaat koken en dan op de kop in deze bak. Ja, dat is de bedoeling. En jullie weten wat imploderen is, hè? Bij exploderen ontplof je naar buiten en bij imploderen naar binnen. Oké, okay. Zullen dus, we eerst kijken wat er gebeurt? Ja, hier, alsjeblieft. Oh, ik dacht dat jij dat wilde doen met die tang, Ellen. Maar oké, okay. Welke gaan we doen? De groene of de rode? Doe maar de groene. De groene, oké, okay, daar gaat hij. Dat is wel een beetje spannend. Oeh, ik ga een beetje achter. Je moet het natuurlijk wel ook heel voorzichtig vastpakken. En een beetje snel, denk ik, hè? En snel, en dan moet je het ook nog omgekeerd erin zetten. Oké, dan gaan we. 3, 2, 1. Wow! Kijk, hij is helemaal geïmplodeerd. In één keer! Oh, en misschien dachten jullie dat ik heel hard kneep, maar dat was echt niet zo. Het blikje ging gewoon in. Je hoorde het op. Zeg, dit is dus zeker weten een feit. We hebben er nog één. Doen we er nog één? Ja, absoluut. Oh, nou wil ik. Nou mag jij. En die gaat eruit. Oké. En dan moeten we ook nog even vertellen wat er eigenlijk gebeurt. Oké. Daar gaat hij. Oh, dat is best lastig, want je moet hem natuurlijk ook nog omdraaien. En niet hard knijpen, hè? Nee, knijp niet. Oeh. Wow! Dat ging supergoed. Ik vind het echt zo cool. Nou, wat gebeurt er nou eigenlijk? Je had dus een klein beetje water verwarmd in dat blikje. Dat gaat natuurlijk verdampen en condenseren. Dat wordt superheet. En als je dat dan omgedraaid in het ijswater doet, dan krijgt het gewoon een soort schrik-effect. Al die lucht die krimpt, je krijgt een soort vacuüm in het blikje. En door het ijskoude water en door de ruimte krijg je de druk van buitenaf die dan extra invloed op dat blikje heeft. Dan krijg je een implosie. Ik vind het fantastisch. Zeg, kijk je de volgende keer weer mee? Doei! Tot de volgende keer!